Douw gaat banen verhuizen naar het goedkopere India. Daardoor gaan er ruim 100 banen verloren in Terneuzen. En dat komt wel bovenop een al eerder aangekondigde herstructurering bij het bedrijf. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Provincie gaat zich bemoeien met uitbreiding Roompot. En leerlingen ruiken alvast aan hun toekomst. Goedenavond. Douw in Terneuzen wil ruim 100 banen verplaatsen van Zeeland naar India. Het gaat om banen in het servicecentrum van de Chemie Reus, die de verschillende Douw-vestigingen in Europa ondersteunt. En we gaan naar Terneuzen. Daar staat voor ons Carlijn de Splinter. Ja, Carlijn, waarom moeten die banen eigenlijk weg in Terneuzen? Nou, Douw zit wereldwijd economisch in zwaar weer. Ze hebben veel concurrentie. En daarnaast hebben ze een opdracht gekregen om te verduurzamen. Kortom, er moet bezuinigd worden. En dat doen ze nu dus door 108 kantoorbanen van dit servicecentrum in Terneuzen naar India te verhuizen. Een land waar de loonkosten lager liggen. En dat is dus een bezuiniging. Daarnaast gaat het om banen die niet per se hier in Terneuzen moeten worden uitgevoerd, maar ook prima in een ander land gedaan kunnen worden. Ja, nu is het niet voor het eerst dat er in de Zeeuwse chemiesector banen verloren gegaan. Eerder dit jaar sloot er in Zeeuw al een fabriek in Terneuzen. In hoeverre is er nou sprake van een sneeuwbaleffect? Nou, de druk op de sector is echt wel voelbaar. Zelfs voor Douw is het niet de eerste keer dat ze dit jaar maatregelen moeten nemen. In maart werd al bekend dat er landelijk bijna 170 banen zouden verdwijnen. Nu nog eens 108 banen die dus verhuizen. Ja, dat baart dus ook zorgen bij de directeur van Douw Benelux. Op dit moment hoe we nu het landschap zien, is dit voorlopig hetgene wat we denken wat we moeten doen, waar we een tijd mee vooruit kunnen. Maar als een economie zich verslechtert of een economie gaat verder teruglopen, dan zul je moeten kijken, oké, wat moet je nu weer doen? Ik hoop dat dit voorlopig echt het laatste is wat we hebben moeten doen. Ja, Carlijn, is nou al duidelijk wie er precies een baan gaat verliezen? Nee, dat is nog niet duidelijk. De komende tijd volgen de gesprekken. Het is dus ook nog niet duidelijk of het om Zeeuwen gaat of bijvoorbeeld buitenlandse medewerkers die naar Terneuzen zijn gehaald om hier te werken. Dat moet nog duidelijk worden en dat duurt ook nog wel eventjes. Onzekere tijden, want het wordt pas duidelijk waarschijnlijk eind 2024. Carlijn de Splinter vanuit Terneuzen, dankjewel. De provincie is in gesprek met zowel ProRail als de NS om de werkzaamheden aan het spoor te versnellen en de overlast voor de reizigers in de tussentijd te beperken. Sinds woensdag rijden er minder treinen over het Zeeuwse spoor en rijden ze ook fors langzamer vanwege meerdere verzakkingen door de vele regen. ProRail verwacht voor de reparaties 3 tot 4 weken nodig te hebben. Nou, ik vind dat erg lang duren en ik heb ook een dringend en stevige gesprek gehad met de directie van ProRail. En ook gezegd, zet nou alles op alles om het te versnellen. ProRail wil kijken of dat lukt, maar of het daadwerkelijk sneller kan is nu nog lastig te voorspellen. De burgemeester van Urk en voormalig wethouder in Schouwen-Duiveland, Kees van den Bos, wordt de nieuwe burgemeester van Goes. Hij volgde eerder dit jaar vertrokken Margot Mulder op, die burgemeester is geworden in Bergen-op-Zoom. Kees van den Bos begint in februari. Politieke partijen in Urk reageren teleurgesteld en verrast op het vertrek van hun burgemeester. Het zijn 9 scholen in Nederland die iets nieuws gaan aanbieden. En één daarvan is Nehalennia in Middelburg. Zij gaan samen met de HZ beginnen met HVO-E, lessen om later leraar te worden. Zo kunnen leerlingen al vroeg ervaren of dit iets voor hen is. Dit is de nieuwe HVO-E-klas. Met 15, 16 jaar leren zij al om les te geven. Vandaag krijgen ze de opdracht om de ideale lesdag te ontwerpen. Chill, geschiedenis. Oh, chill. Wat vind je van deze lessen? Ik vind ze zeg maar, best wel helpen voor voorbereidingen voor de PABO. Want daar wil ik ook wel na de HAVO naartoe. Dus dan dat is een hele goede voorbereiding daarvoor. Waarom heb je je hiervoor opgegeven? Ik heb me ervoor opgegeven omdat ik zelf nog niet echt precies wist wat ik wil gaan doen later. Zou je zelf ook in het onderwijs willen? Ja, ik zat al een tijdje na te denken of ik misschien toch wel het onderwijs in wil gaan. Dus dit vak is eigenlijk wel ideaal, want dan kan ik ook een beetje kijken. Ook met zeker binnenkort gaan we stage lopen en zo. En dan ervaar je het wel echt. En dan hoor je het niet alleen maar op open dagen, maar je ervaart het ook zelf. HVO-E wordt dit keuzevak genoemd. HVO-educatie.
Het zijn praktijklessen om de overstap naar de lerarenopleiding soepeler te maken. Is de HAVO te theoretisch? Ja, het is zeker te theoretisch. En zeker ook als je kijkt van de aansluiting naar de HBO, dat is dan toch weer praktisch ingericht. En de beroepen die daarop aansluiten, is heel veel praktisch ingericht. Dus ja, zeker is de HAVO te theoretisch. En daarom zijn we op zoek naar praktijkgerichte vakken, zoals bijvoorbeeld HAVO-E. Later in het schooljaar gaan deze leerlingen op hun stageplek ook zelf een les geven. Een oud-bestuurslid van tennisvereniging MLTC in Middelburg heeft 57.000 euro achterover gedrukt. De fraude kwam aan het licht doordat de club de administratie aan het opfrissen was. De man zou het geld voor privédoeleinden hebben gebruikt. De man heeft toegegeven het geld te hebben gestolen en gaat het terugbetalen. Als de man zich niet aan deze afspraak houdt, stapt de club naar de rechter. En het ophogen van de panoramaheuvel in de voormalige Hedwiegepolder kost de provincie 400.000 euro. Dat heeft gedeputeerde Arno Vaal laten weten. Er werd eerder van uitgegaan dat de heuvel 10 meter te laag was dan de bedoeling. Dat is nu bijgesteld naar 5. De heuvel wordt opgehoogd met grond afkomstig uit de naastgelegen Prosperpolder. En we blijven even bij de provincie, want om rechtszaken in de toekomst te voorkomen gaat de provincie, nu samen met de gemeente Noord-Beveland, alle bezwaren tegen de uitbreiding van het Roompot Beach Resort in Kamperland onderzoeken. De discussie rondom de uitbreiding van het park werd vanmiddag in Provinciale Staten onder een vergrootglas gelegd. Daar waar het ooit begon voor Roompot, een eenvoudige camping bij Kamperland, woedt nu een strijd om de zoveelste uitbreiding van wat inmiddels het Roompot Beach Resort Kamperland heet. Het bedrijf wil 29 hectare extra bij het resort betrekken om een kwaliteitsslag te maken. Maar voor een aantal bewoners is het genoeg geweest. Zij haalden ruim 5000 handtekeningen op tegen de plannen en dat zorgt voor vertraging voor het vergunningtraject. Ondertussen loeren op provinciaal niveau ook de politieke partijen zich. Statenfracties van PvdA GroenLinks, BBB, JA21, D66 en de Partij voor Zeeland hebben tientallen vragen gesteld aan gedeputeerde staten. Wij zijn blij met toerisme als sector. Dat is nodig voor Zeeland, maar je ziet dat het tegen zijn grenzen aan gaat lopen nu. En dat vinden niet alleen wij als PvdA GroenLinks, maar ook heel veel andere partijen. En ook de inwoners van Zeeland zelf. Van ons het allerbelangrijkste punt is toch de wooncrisis. Er gaan hier nu 29 hectare worden gebruikt als het doorgaat voor de bouw van toeristische verblijven. Die eigendom zijn van investeringsmaatschappijen. Terwijl er ontzettend veel behoefte is aan betaalbare woonruimte voor onze eigen inwoners. En dat is eigenlijk wat mij betreft het belangrijkste punt hier. Vandaag kwamen de vragen en antwoorden aan bod tijdens een commissievergadering in de Abdij in Middelburg. In de omgevingsverordening wordt er nu in de provincie gepraat over eenheden. Dus je kan wel kleine huisjes vervangen door grote huizen, groepsaccommodaties. Staakcaravans kunnen vervangen worden door huizen. En dit zijn wel zorgen die wij hebben. Het was vervolgens aan gedeputeerde Dick van der Velde om uit te leggen in hoeverre de provincie over deze materie gaat. Wat wij kunnen doen is gewoon onze rol nemen zoals die is. En dat is zorgvuldig omgaan met de omgevingsverordening. Dus gaat de provincie samen met Noord-Beveland en een jurist alle bezwaren die ingediend zijn nakijken. Wat we proberen te voorkomen is dat we aan de achterkant in een juridische procedure terechtkomen en daar het laten uitvechten. Misschien lijkt het van een afstand dat uitbreidingsplannen niet te stoppen zijn. Maar er komen met enige regelmaat komen er initiatieven bij ons voorbij waarover we met de gemeente overleg over hebben. En dan worden de plannen of aangepast of ze gaan naar de prullenbak. Mede-indiener van de vragen, de fractie van de BBB, is nog niet geheel gerust na vandaag. Ik heb nog niet het idee dat de burgers van Noord-Beveland nu gerustgesteld zijn. We moeten wel vertrouwen hebben in dat overheidsorgaan de zorg van de burger goed meeneemt. We zullen het echt af moeten wachten en we hopen dat Noord-Beveland naar zijn inwoners gaat luisteren. Roompot laat in een reactie weten dat zij hun plannen in een aantal bedden zullen gaan uitdrukken. Waardoor het volgens hen duidelijk wordt dat het in ieder geval niet drukker gaat worden. De extra hectares zijn nodig om meer natuur te realiseren. Een rustige start vandaag met weinig wind, maar wel met opklaringen. De temperatuur kwam niet boven de 2 graden uit. Vannacht kans op mist en ook op gladheid. Morgen overdag nog een enkele bui bij maximaal 4 graden. Zondag start droog, maar tegen de avond kans op regen en sneeuw. En dat houdt aan tot maandag. En tot zover deze Zeeland-U van vandaag. Alvast een hele fijne avond. Fijn weekend. Graag tot morgen.